Ik ga in bad. Ja, toch helemaal? Het gaat echt moeizaam vandaag. Een schouderklopje. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog op deze kanaal. Ik heb redelijk slecht geslapen en Steven ook deze nacht, dus we weten niet hoe dat komt. Maar ik heb wel besloten dat ik niet ga sporten nu. Ondertussen zijn we al een tijdje verder. Ik denk dat het 8:58. Dus dat valt op zich nog wel mee. Ik moet hier om 30:30 de deur uit zijn. Maar ik ben al halverwege. Maar het gaat echt moeizaam vandaag. Oh god. Ik ben aangekomen. Trui van Naked. Broek van Liu Jo. Gelijk als gisteren, denk ik. Of in de vorige vlog. Die schoenen vind ik wel erg. Die komen van Zalando. Die wandelen ik weet niet hoe goed. En nu krijg ik gisteren een mail aan van Zalando. Ik denk dat ik die al gemakkelijk een half jaar heb. Dat ze die terugroepen omdat een hak kan afbreken. Pff, ik wil die niet terugsturen. Ik heb totaal niet het gevoel dat die een hak kan afbreken. Dus ik heb echt geen idee waar ik moet doen. Zou jij die terugsturen? Ik weet het niet. Ik heb gedaan. Het is 6:15. Yeah. Het was uit een hele toffe dag. Echt een hele plezante dag. Ik heb enkel alleen nageltjes gedaan. Dan zijn er nog twee vriendinnen langs geweest voor eens hallo te komen zeggen in de winkel te snuffelen. Dus dat is ook altijd kei plezant. Ik ga nu naar huis. Ik denk dat ik tegelijkertijd met Steven ga thuiskomen. En waar ik ga eten, of waar wij gaan eten, ik heb altijd geen flauw idee. Ik had vandaag ook in Instagram gevraagd waar de meeste mensen als avondeten vandaag gaan eten. Er zijn kei leuke ideeën uitgekomen. Maar ja, de meeste hebben wij niet in huis. Dus het zal van Steven afhangen. Ik denk dat Steven vandaag gaat koken. En ik denk dat er nog witloof in de ijskast ligt. En dat is nu niet direct mijn favoriet. Pas op, ik vind dat nu ook niet slecht. Maar na vanavond hoe bitter het is. Ik moet dat echt niet bitter hebben. Maar ik ga hier afsluiten. En dan gaan we naar huis. Het is trouwens echt een lekkere warme jas. Die is zo helemaal gevoerd. En vandaag is het echt koud buiten. Ik denk zelfs dat deze nacht tot -4 gaat vriezen. Buh. We zullen eens alles afsluiten. Oh, ik ben precies ingepakt gelijk als een Eskimo. Maar het is nodig, want het is echt fris. Alle lichtjes uit. Eens even kijken. Vanachter. Die blauwe lichten die moeten blijven branden, dus dat is oké. Ik denk niet dat ik iets mee naar huis moest nemen. Is het aan het regenen? Denk het niet. Ja, dan nog. Ik heb toch geen paraplu. Wel een kap. Maar goed, we gaan vertrekken naar huis. Ik zie het zitten. Amai. Zo, zonder staartje dat eruit komt, dat is een gezicht. Oké, ik zie jullie thuis. Ik ben thuis en Steven is al aan het eten begonnen. Yay! Ik vind dat niet erg. Maar we gaan patatjes in een oven eten. En dit is dan de kip, denk ja. Ik. En dan met... Boterpootjes, met een jantje en een beetje van die speciale mosterd. Voor mij gewoon de boterbootjes. Ja, maar dat is echt geen goede mosterd. En in wat gaan we dat doen? Er nog wel een beetje bij onder. In ieder geval, Steven had deze nacht blijkbaar ook heel slecht geslapen. Dus ik denk dat we het deze avond niet zo laat gaan maken. Ik wil nog een Viking zien. Of twee. Echt? Ja. Ik ga in bad. Ja, toch helemaal? En dan zonder mij zien. Zie je het anders? Nee. Ja? Nee, maar ik ga in ieder geval, ik ga altijd in bad als Catharina gaat slapen. En als Catharina gaat om 8 uur slapen en Vikings kunnen we ook alleen maar zien.
als ons Catharina al slaapt. Ja, anders hebben we weer slechte ouders. Weer? Zeg. maar ik heb een rare schaduw, dat is van dat licht. Kei donker ogen. Maar ik vind dat precies. Ja, maar wacht, nu ben ik me een zeg kwijt. Ja, we zijn dus geen slechte ouders, maar Vikings kunnen wel altijd pas zien als zij slaapt. Dus dat is altijd pas na 8 uur. En kende dat? Die daar? Dan is hem nog dat aan het doen en dan is hem nog dat aan het doen, waarop we Vikings pas om 9 uur kunnen zien. En Vikings duurt 3 kwartier of zoiets. En dan wilden we nog een tweede zien. En we gaan elke avond pas slapen tegen 1 uur of 12. 11, 12. Dus ik hoop deze avond is wat vroeger in bed te liggen, maar ik wil ook nog in bad gaan. Ik wil echt in bad gaan, ik heb koude met mijn lijf. Dus ja, we moeten maar Vikings alleen zien. Ja. Moeten mij nadien weer up-to-daten. Je kunt toch een tablet pakken en dat ook zien? Dan zie jij dat op een tablet en ik op een tv. Ja, maar romantisch. Man. Ik zal er een kistje bij zetten. Oh. In ieder geval, ik heb voor zondag heb ik een ontbijtman besteld. En het is in orde, zondag ja? Leveren ze. Ja. En Steven moet zondag voor takeaway zorgen voor 's avonds. Wanneer komt jouw vlog online? Nee, dan is dat al geweest. Je hebt pech. Maar goed, wij gaan... Ik zeg wij, maar hij gaat verder koken. Ik ga zien wat de kleine nog aan het doen is. En dan zie ik jullie speed wel terug. En zal ik laten weten wat dat boterbonen met mosterd zeggen. Het eten is klaar. Ik ben benieuwd, hier zit nu die mosterd in. Ik ben curieus. Catharina is een beetje slecht gezien. Ik heb haar sapje open gedaan en ze wou zelf laten zien dat ze het open kon doen. Ja? Dank je wel, tot de Het is goed. Het is lekker. Ja. Nou, hoe mosterd is dat dan? Dat is van een oude vinegar. Dat is heel lekker. In ieder geval, het smaakt. Ik heb het niet zo groot. Niet van die bontjes proeven. Echt? Ja. Beetje blazen. Beetje speciaal. We hebben verandering in wat je ervan vindt, hè? Ja. Wat vind je van de bontjes? Dus een beetje dat de bontjes zijn speciaal, maar het is toch wel lekker. Weet je wat je dan moet doen bij papa? Een schelderklopje. Wij gaan slapen. Ondertussen is dat een hele tijd later. Ik ben uit badje. Ik heb mijn haar nog gebrushed. En ik heb trouwens die nieuwe Wow, die zilveren buzzak, zo is dat laten zien, gebruik terug. En dat is echt wel iets. Ja, iets goed. Vroeger in bed is niet gelukt. Nee, ik wil gaan slapen. Het is 11:15. We hebben nog een Vikings gezien en er is terug zo'n eagle. Eagle bloedmoord toestand. Blood eagle. Ja, dat. Echt niet mottig. Ik heb gewoon mijn ogen toegehouden, want ik kan daar echt niet tegen. Het viel al mee. In ieder geval, het is 10:45. Wij gaan slapen. Ik hoop dat het een leuke vlog was. En dan zie ik jullie overmorgen terug opnieuw. Slaap wel. Slaap wel.